Vanaf na die eerste vijf minuten zakte de sfeer. Die, 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 die viel als een baksteen op de zeebodem en die bleef daar liggen. Dus ik heb vijf kwartier. heb ik. van hopen staan pompen en staan duwen. En in deze aflevering praat ik met Peter van Rooyen, cabaretier. Peter won in 2012 het Amsterdams Kleinkunstfestival en treedt op met eigen muzikale voorstellingen. Ook is hij een van de leden van theatergezelschap Circus Treurdier. Ze waren op tv ook te zien met Treur tv. En bij het radioprogramma Spijkers met Koppen zong Peter lange tijd het spijkerlied waarmee die uitzending altijd wordt afgesloten. Al drie keer werd een lied van Peter genomineerd voor de Annie M. G. Schmidprijs. De laatste keer was voor het nummer De Sterilisatie van Peter van Rooyen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Peter van Rooyen. als als solo artiest onder op mijn eigen naam dat is sinds 2012 want toen deed ik mijn het amsterdam's kleinkunstfestival oké okay. en waarom heeft daar was dat gewoon door door drukte en circus nee, dat ik, het er niet van kwam want... ik, nee ik, ik, ik uh, achtte ik achter mezelf niet capabel genoeg om mee te doen nog dus ik wilde eerst iets maken ik wilde eerst uh, uh, ...mijn vaardigheden ontwikkelen... ...en dat kon heel makkelijk bij Trudy... ...want we, niemand kende ons. <laughs> dus, dus ik kon... ...in de lute van dat gezelschap... ...kon heel veel maken... Om, ...want omdat niemand ons kende... ...speelden we ook heel kort... ...maar we hadden een voorstelling gemaakt... hadden maanden aan gewerkt... ...speelden we het vier keer en dan... <laughs> ...nou, wat gaan we nu maken mensen? Dus dat, dus dat, <laughs> dat was alle reden om... Maar, ...ja, we moesten door blijven gaan... ...de bogen waren zo kort... En, ja. We waren ook met heel veel mensen, dus... Uh... Maar wat grappig dat je, dat je een hele kleinkunstopleiding doet. Ja. En, en toch dan daar afkomt en denkt... Ik, ik mis nog iets of ik heb nog niet het ja, vertrouwen Ja, zo'n opleiding, opleiding is... is, is, is zo'n opleiding leert je eigenlijk dingen die je zelf jaren later leert. Die je zelf jaren later snapt. Vind ik in ieder geval. Je, kon, je komt wel met een, met een beetje gereedschap hmm, heb, heb, heb je een voorbeeld daarvan? Um, te denken. Bijvoorbeeld um, wat rust betekent op het toneel. Dat is zoiets. Ja, dan heb je een spelles of een en dan zegt zo'n lust, dat ja, nee, je moet meer rust hebben, meer rust hebben. En dan denk je als een leerling denk je dan oh ja, ik moet, ik moet trager spelen of zo, of ik moet luier of ik moet ik moet, ik moet meer laid back. Maar als je het jarenlang doet, dan merk je op een gegeven moment zelf wanneer je rustig bent op ja. het toneel en wat dat dan betekent. Dat is niet iets wat je even op school leert. Nee, precies. Maar goed, dan heb je die vier jaar gehad. Dan ging je in 2012 solo voor het Festival. Ja. Hoe, hoe was dat? Want dan sta je ineens alleen. En dan heb je natuurlijk niet direct het festival. Maar dan heb je ook eerst nog de, de, de try-out tour die er vooraf zit. Ja, nou, ik had in de aanloop daar daarnaartoe... ik heb Ik heb niet zo'n. Wat ik, eigenlijk achteraf, uh, wat ik eigenlijk achteraf denk, dat was uh, eigenlijk veel verstandiger geweest. Ik heb niet zoals heel veel uh, comedians doen, die zitten eerst jaren bij Toemler of bij, of bij Houge of wat dan ook, zitten ze te uh, proberen te ontwikkelen. Overal spelen, 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 mm -hmm. spelen, spelen. En als het eigenlijk niet meer stuk kan, als ze eigenlijk al gewoon op hun sloffen zouden kunnen winnen, bij wijze van spreken, dan gaan ze meedoen aan het festival. Als ze al helemaal voelen, als ik dit win, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan... Gaat er een vat open, dan kan ik gewoon gaan. Dan, ja. Want, want ik, ik, ik weet, ik ben stevig genoeg. Ik twijfel, ik heb niet zo veel meer uit te zoeken in die beginfase in ieder geval. Ik bedoel, je ontwikkelt je natuurlijk altijd... Overigens, wat... is het moment waarop deelnemers denken dat ze dat punt bereikt hebben... Is het nee, dat is is natuurlijk, nee verschillend. Ja, is, 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 is heel erg verschillend, dat is ook zo. Nee, maar ik bedoel, um, met jarenlang uh, als solist heel veel spelen... Ja. Daar heb, dat levert zoveel op en dat had ik niet. Ik had in de aanloop naar het festival toe had ik in 2011 een. Wat was het in programma van een uur gemaakt. En dat heb ik een aantal keer gespeeld. In uh, de kleine zaal van wat toen het theater heette. dat heet nu Boom Chicago. Ja, op de Rozengraad. Ja. Um, daarbovenin zit een soort, soort zolder theater. Een heel klein, heel ukkepukkig. plekje waarbij theater echt een, een hele genereuze. Ja, het is een gulle <laughs> gul, gul, gul naam, maar uh, ja, toch kon je er wel veel doen. En juist door, de, de, door de, dat het zo klein en benauwd is en je je kop al stoot, als je een beetje op je tenen gaat staan, heeft het ook wel iets. Uh, het is een hele uit, leuke plek ja, ja. Want dan stoot je je hoofd. Um, ja, dus dat had, dat had ik gedaan. En toen ik voelde dit. dit, dit over, dus uh, uh, over, over die plek, het schiet benauwd naar nou binnen. En ik, het is nog nooit te sprake gekomen in deze podcast. Mm. Uh, want nu is het inderdaad Boom Chicago, maar uh, daar heeft ook tijdelijk Comedy Café nog ingezeten. Ja, die zijn verplaatst wel, ja. van uh, Max-Euberplein uh, uiteindelijk naar waar ze nu zitten bij Eidok. En die zaten tussendoor, zelfs ook nog even onder de naam uh, Badaboom, maar zaten ze in dat zaaltje. Maar daar kon je dus het rare hebben, um, dat zaaltje, de techniek daarvan, dat hok, dat heeft een deur naar het techniekhok van de grote zaal. Dat is niet zo'n heel geïsoleerde verbinding. Dus je kon hebben dat er een show bezig was in de grote zaal. En dat je boven, dus gewoon in, je, in de setup van je grap, gestoord werd door het gelach. <laughs> dat er een, uit dat de is waar, ja. Dus je had die ene kant. Je, je, je had twee ingangen, inderdaad. Eentje gewoon bij de kleine zaal. En dan kon je doorlopen. Lang, en dan kon je zo door die andere deur bij ja, de grote zaal erin. Dan zat je helemaal bovenachter in de grote zaal. En ik heb het dus wel gehad bij mezelf, maar ook bij anderen, dat er gewoon zo'n harde lach uit de grote zaal te zeggen, 250 man, 300 man. Oh, daar is het wel leuk. Oh, wat triest. Waarop die man zegt, Het is heel raar om gehackeld te worden door een lach. Ja, oh, ja. Oh, goed, jij speelde eruit, sorry. Gehekeld worden door een lach. Maar, maar dat is toch ook zo erg zo dat ik nu, het is nu een ja, zijspoor. Ja. Dat is toch een van de ergste dingen die kan hebben als je als als je een uh, als de sfeer er niet in zit en de eerste lach komt van, een, van iets wat, wat geen grap is van jou oh, Dat ja, iemand ja, ja. een suf antwoord geeft of zo dan ga je maar iemand vragen en nou, wat doe je voor werk en ze je, wat nou ik we uh, werken en, oh, en, en hoe lang al ja werk niet uh, blijft nog heel lang Hah. nou kut ja Um, waarom zeg ik dit? Geen idee. Over, over de, de, Nou ja, meer dat, dat het heel pijnlijk is. als de lach. überhaupt op iets anders is dan wat jij aan het vertellen bent. Ja, dat, 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 want dan heb je eigenlijk al verloren. Um, maar. Um, we zaten Solo dat, van een nieuwjaar. Ja, je precies. Solo van een uur, ja, de, Naar AKF. Ja. En uh, toen. ging ik daar. Ik had me ingesteld met dat programma. Wat, wat ook weer zo. kortzichtig is eigenlijk. <laughs> Ik maak dit programma om het Amsterdamse Kleinkunstfestival te winnen. Dus heel specifiek dat. Dus ik werkte echt toe naar uh, toen ik eenmaal in die, nou, die derde ronde had gehaald en dan ga je op tour hè, ja. door het land. En toen dacht ik, oké, okay, we spelen straks in Delamar. Ik moet ervoor zorgen dat de mensen die daar zitten, dat, dat, <laughs> dat die jury dat goed vindt. En dan ga ik de juryprijs winnen en gaat iemand anders het... Uh, uh, de publieksprijs. Oh, zo specifiek zelfs. Ja, want ik zag niets gebeuren dat ik met wat ik maakte de publieksprijs ging winnen. Dat ik dacht dat Eva Krutsen dat zou gaan winnen en dat is ook gebeurd. En, en, en waarom had je dat idee? Omdat het zo. Uh, ja. ja, onconventioneel was wat, 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 wat ik deed. Het was. Uh, nou, onconventioneel. Het was niet Stefano Keizers of zo, maar het. Um, het was een beetje artistiekerig. Het was doorgelust. Het was heel erg meta. Het was weinig contact met de zaal. Dus het was heel erg iets waar je tegenaan keek. Ja. En wat je dan maar moest slikken. En ik merkte al tijdens de tournee door het land... dat dat in 50% van de gevallen ik niet wou, viel. Ik, bij mij kwam de vraag op... als je dit maakt voor een jury van een paar mensen... die in de Lamar zitten te kijken... Die zitten er niet bij. Als je een try-out doet ergens in. Nee, nee Het was een heel ons uh, gebouw in uh, in Bolsward. <laughs> nee, uh. het was een heel randstedelijke voorstelling ook wel. Ik vond hem wel goed. Als ik nu naar terugkijk, denk ik van hij klopt als een bus. Het is een, het is in zijn vorm is een is een, is een goed goed half uur. Maar ik snap heel goed uh, dat dat <laughs> niet iedereen daar wat mee kan. En en weet je nog shows uit? Want als je zegt. Tijdens die tour bleek al dat het in 50% van de gevallen niet zo was. Weet je daar nog avonden van? Wat ik kan me voorstellen dat je dan ook afkomt en denkt: Oeh, oké. Okay. Ja. Niet de nee. publieksprijs, dat gaat wel lukken. Maar <laughs> de jury, twijfel ik niet nu de ook aan. De publieksprijs, kan. check. <laughs> Wat je ook doet, niet. <laughs> ja, en dan was het vaak ook zo dat uh, degene voor mij de zaal lekker had opgewarmd. Weet je wel? Dus dan <laughs> komt hij af. En dan daar staan wij, stond ik al klaar samen met, samen met Wilco. Wilco Sterke, dat was mijn pianist. Yeah. Um, en dan zei, uh, dan zei iemand, weet wel, Maartje en Kien of zoiets. Of die, die, die zaten ook in die, uh, in die derde ronde of in die halve finale uh, tournee. Die zei dan, nou, ze zijn echt superlief. Ze zijn superleuke mensen. Dat wordt, uh... oké, okay, nou, daar gaan we. En dan was het flatline. Zeg maar, nou, de, de, eerste, de eerste minuut werd nog een beetje nagehinnikt van het programma daarvoor. En daarna merkten mensen: Oh, wacht even. Wij vinden dit helemaal niet leuk. <lacht> <lacht> We gaan niet helemaal niet om? <laughs> dat was afschuwelijk. <laughs> dat het, het ging en dan bergafwaarts. En uh, dat, dat heb ik eigenlijk best vaak met dat, met dat programma gehad. Als bijvoorbeeld een preview speelde, toen ik een preview een spijkenisse in de stoep ja zo'n zo um, presentatie dat dat mensen kunnen zien wat het volgend seizoen ja uh, precies te zien is in de zaal ja. en daar dachten mensen ook de eerste minuut dat dit helemaal hun ding was ik had een, iets met briefjes omdat ik mensen ik had men, briefjes uitgedeeld en uh, dan was de ding het is al best ingewikkeld nu ik het uitleg um, was dan ik zit alleen al met de logistiek dat ik denk ik preview heb je 10, 15 minuten dan ga je allemaal briefjes Toch, de logistiek ging best <laughs> en uh, ook het ding zelf leek wel aan te slaan. Het was dan zo dat ik zei, op, die, op dat briefje staan twee zinnen. Ik ben zo ja, wat er staan het twee komt. zinnen. Er staat de zin uh, die u moet zeggen en daarboven staat de zin die ik daarvoor zeg. Dus als ik dan zei, wolle, wolle, Sinterklaas, dan zag ik iemand, Sinterklaas, en die moest dan zeggen, um, weet ik veel, uh, mag ik naar de wc of zoiets. Dat was niet dat. Het, het zat ook ja. weer heel erg meta in elkaar, waarin eigenlijk de zinnen gingen over... kan ik mijn zin nog ruilen? En uh, dat soort dingen. En waar de hilariteit om ontstond... was dat mensen te laat waren met hun zinnen. Snap je? Dus niet om de zinnen zelf. Niet om het construct... Mm -hmm. van dat mensen zinnen hadden gekregen... die gingen over de act... en dat ze uh, dus niet blij waren met hun zinnen... of wat dan ook. Maar de hilariteit dat Tante Truus die een beetje zo zat te kijken en dat ik dan zei. En zometeen komt er ook een lied. Zometeen komt er ook een lied. En dan. Een lied! En dan. Oh! En daar moesten mensen heel erg om lachen. Dus Dat vonden ze schitterend. Zodra dat afgelopen was. begonnen ze te snappen. dat ze de vorige act eigenlijk niet goed gesnapt hadden. Dus dat is niet, niet om het goede ding gaan nee, te en, en, en sowieso lijkt me dit een... De, deden mensen als ze door hadden dat ze wat terug moesten zeggen... deden ze dat braaf? Of kreeg je dan ook mensen die lollig iets anders gaan zeggen? Nee, dan dat, dan dat wat heb ik in... nog nooit meegemaakt. Nee, oh, okay, gelukkig. nee, nee, nee. gelukkig niet. Nee, dat is Want daar nee, zou ik, ik bang dan... voor zijn. Dat ja, de... Maar dat is, dat is niet gebeurd. Het zat ook heel erg in het begin van het programma. Dus mensen zijn nog best wel op hun hoede. Ja. Ehm... Um, en het rare is dan van, zeg maar, ik heb je voorstelling 40 keer gespeeld of zoiets. En dan werkte het 10 keer heel goed. En uh, 20 keer was het rommelig en 10 keer was het afschuwelijk. Uh, dus dat, dat heeft me ook wel in zoverre met beide benen op de grond zetten dat ik dacht, ja, hier, als ik dit door wil zetten, dan moet, dan moet ik zo'n rotsvaste overtuiging hebben. Ja. La Stefano ook. Cijzers, of, of uh, hoe heet hij nu? Donnie Ronnie. Ik ja. uh, okay, heb ook heel erg bewondering voor hem in zijn in focus. Maar, oh, sorry, maar. het moet niet over hem gaan. Nee, nou, maar... oh, <speaks> dat, dat, dat maakt niet uit. Want het, het is een uh, fantastische kerel. Een hele leuke aflevering <pperuleel incoming> mee gedaan. Ja, ook en luisteren, mensen. Holy shit, die heeft ook dingen gedaan en doorstaan... voordat hij Stefano Keizers weet zeg maar... Ja. Oh. Het, 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 het is een beetje het. Op het moment dat je besluit trouw te zijn aan jezelf. En dat betekent dat je iets totaal anders moet doen dan wat andere, wat de meeste mensen doen, dan, ja, dan ga je een weg van obstakels tegemoet. Zo is dat gewoon. Ja. Nou ja, ja. Sorry, er komen nu allerlei vragen. Laat ik nou bij ja. één ding tegelijk blijven. Ja. Uh, want hierbij wel, als je zegt, ja, maar. Als dit niet werkte, dan snapten ze bij de volgende act pas... oh, wacht, we hebben eigenlijk de eerste act niet begrepen. Ja. En je zegt, het zit aan het begin van het programma. Of het zat aan het begin. Dan heb je nog een lange vijf kwartier te gaan. Ja. Ja, dat is zo. Oh, want het lijkt me inderdaad ook... Want kon je... Natuurlijk merk je snel genoeg als je op het podium staat... mensen, jullie lachen nu om de verkeerde dingen. Ja, maar dat weet jij dan... En je, je, je laat wat het is en je hoopt dat die lach als een virus doorcijpelt in de rest van de... Ja, avond. Maar, maar dit is een lach die je niet door kan trekken. Nee. Want het is een misverstand. En dan, ja, op een gegeven moment... Nee, je kan nergens... Is, is, is dat wel klaar? Net als gewoon iets grappigs wat gebeurt omdat, weet ik veel, iemand struikelt en laat een uh, kopje vallen. Dat kan grappig zijn. Ja, het, maar, het, ja, twee glipt, minuten het, ja. later is dat wel eens. Oké, okay, nu ruimen we de scherven op en dan gaan we weer verder. Ja, het glijdt als zand door je vingers. Dat is afschuwelijk. Dus ik, was een keer, ik speelde een keer in Enschede, geloof ik. In de, in de, in de, in de kleine Willem. Kleine Willem. Ja. En, mooie zaal. Ja, mooie zaal. Al die foto's in de, in de hal. Uh, weet je wel, we al die foto's van Vinkers en van... Wat uh, mooi. En daar gebeurde precies dit. Na, uh, na de opening, uh, deze opening en het eerste lied. Zo'n lied is ook veilig, weet je wel. Want dan gaan ja. mensen gewoon lekker een liedje luisteren. En daarna begon het programma, als het ware. En vanaf, vanaf na die eerste vijf minuten zakte de sfeer. Die, nou, die, 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 die viel als een baksteen op de zeebodem. En die bleef daar liggen. Dus ik heb vijf kwartier. heb ik. wanhopig staan. ...pompen en staan duwen en, 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 en doorgaan en, en, en proberen ergens de urgentie vandaan te toveren. En af en toe wanhopig gebleken met mijn pianist wisselend. En niemand lachte. Dus mensen zaten met de armen over elkaar te wachten tot het afgelopen was. Toen werd er braaf geapplaudisseerd, want zo zijn ze dan wel weer. En... Ja, maar ook daarin heb je, je hebt een applaus en je hebt een applaus. Ja, nou, dit was een applaus als wanneer je, uh, als je een twee hebt gekregen voor je proefwerk, dat je docent wel je papier dan geeft. Weet je wel? Alsjeblieft. Hier heb je je papier terug waar je al je, je kutzommel op hebt gemaakt. En toen kwam ik in de, ik weet niet waarom, maar ik kwam in de foyer. Ik ging daar naartoe. Ik weet niet waarom. En dat doe je nou eenmaal. Dat doe je ja, nou eenmaal. Dat, Misschien uh... deed ik het wel om CD's te verkopen, maar ik weet ik niet meer zeker of dat zo was. Denk het eigenlijk niet. En uh, toen kwam er een vrouw naar mij toe en die zei gewoon tegen mij van, uh, maar ja, dit moet voor jou ook niet leuk zijn Toch geweest. <lacht> Toch? <lacht> <lacht> en dat was een waarheid als een koe. Ja. <laughs> het was en... voor niemand leuk. Ik, ik, ik kan me voorstellen hoe, hoe lief ze het bedoelde, ja. maar holy shit, nog even een dolk in je rug. Heel achteraan. empathisch, heel empathisch ja. werd er zo nog even een, <laughs> nog even een mes zo onder mijn ribben doorgeduwd. Een hele lieve oh. vrouw. Weet je nog wat je gezegd hebt? Nee. Hoe moet je daarop reageren? Ik heb geen idee wat ik erop gezegd heb. Ik, ik, ik denk ook dat ik een soort wit werd in mijn, in mijn, in mijn hoofd. <laughs> niet plank, maar wit, ja, ja. dat het op wit ging. En ik zal wat gezegd hebben in de trant van... Uh, Dank u wel, of <laughs> iets wat nergens op sloeg. <laughs> en ik heb, ik heb dat niet onthouden. Bij dat trauma is het gestopt. Nee, ja, ik snap dat alle systemen daar blokkeren en niks meer registreren. Dat... Maar ja, er het, 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 het het is niks ergens dan op het toneel staan en je niet gewenst voelen. Nee. Nou ja, je, je niet gewenst voelen en dan achteraf iemand die zegt dit ja, is voor nee. jou ook niet zijn. Ongeneeslijk ziek zijn is natuurlijk een <laughs> stuk erger. We moeten ook niet, uh, niet zielig lopen doen. Binnen deze context. Ja, Maar ja. binnen deze context, ja, nee, en, en dat mensen dan heb, kan je beter hebben dat mensen zeggen van uh, ik vond er echt een fuck aan. Ik vond echt, ik, ik kwam in. Die, ik ik wil een leuke avond uit en hier zat ik gewoon niet op te wachten. Sorry, ik vond er niks aan ja goed ja dat, ja, dat, dat snap ik ja ja, ja. excuus sorry voor het misverstand zegt uh, zegt Daniel Aarts altijd als we mensen weglopen en dat is het ook als, als, als het klopt wat je doet uh, als je als je voelt ja, ik sta helemaal achter wat ik doe en het klopt en, en als mensen zeggen ik vind er niks aan dan is het een misverstand dan zeggen ja sorry we, we, het was geen match ja. kan gebeuren niks aan te doen maar als mensen er uh, geen fuck van begrijpen dat is dat is dat is uh, super naar Heftig en <laughs> ja, ook wel. Want je speelde dit programma met een pianist. Ja. En was het was het echt een samenwerking of was het jouw programma en was hij ondersteunend pianist? Dat klinkt lullig, maar ja, snap je wat, ik ja verschil, en was, wat ik ja, was hij was een begeleidend ja. pianist voornamelijk met enkele. Uh met enkele dingen waar ik hem wel had ingeschreven, maar hij hoeft er niks, geen tekst te zeggen, Hij hoeft alleen een keertje te kuggen of uh, ja. wat dan ook. Nee, maar, eh, maar, zeg. maar vooral weet je, zoals ik uh, met technicus en jij zou mm. ook een technicus mee hebben met een show. Als de show heel slecht gaat, ja, uh, hij is uitvoerend technicus zeg maar, ja. dus dat, dat is gewoon zijn rol. Ja. Hij kan je niet helpen. Ja, dan kan je niet helpen. Hij nee. moet gewoon piano spelen. Ja. Maar ik ik kan me voorstellen. Ik weet niet of dat zo is, dus ik, het, is, het is de vraag die ik stel aan jou hoe is dat als je dan een show hebt, maar jij hebt wel iemand ingehuurd en meegenomen om met jou op dat podium te zitten, Ja. die vervolgens ook, Heb, het, ervaar je dan een soort schaamte naar hem toe of zo? Nee, 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 nee. <laughs> nul. <laughs> nee, wat hij, met zijn, nee, maar zijn naam staat helemaal niet op de poster. Dat, dus hij, hij en niemand neemt het hem kwalijk ook. Nee, 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 Mensen dat is waar. denken hooguit. Oh, oh, arme pianist. Ja. Die moet met zo'n lul op tour... Nee, maar als je zegt: niks is erger. Uh, uh, behalve ongeneeslijk ziek zijn. dan op het podium staan en je ongewenst voelen. Iemand die met jou op het podium zit. zij het achter een piano en als, als ondersteuning. die voelt dat natuurlijk ook. dat zijn show niet lekker loopt. Jawel, maar omdat. Uh, die draagt het niet op dezelfde manier. Dus die zit daar gewoon. Dat, dat, na, de, na het. Amsterdam 65 ben ik gaan met Ander Punt. Dus daar speel ik nog steeds mee in de band. En die zei dan alleen maar tegen. <laughs> die lachte me gewoon uit. Na afloop. <laughs> zei, ja, ja, ja. Ik wilde bij wel helpen. Maar ja, het kon niet. <laughs> <laughs> dus ik kon hem ook geen fuck schelen. Hij vond het wel lullig. Maar ja. uh, hij dacht, ja. Weet je, ik. Uh, ik ga gewoon uh, naar huis. En mensen gaan mij niet kwalijk nemen. Uh, ja. Want ik heb geen grappen gemaakt. Ik heb daar gewoon braaf gezeten. En. ...met partijen gespeeld. En dat klinkt leuk. Iemand die piano speelt kan geen kwaad op, op zo'n moment. Nee. Of ze zullen denken... ...ah, fijn, een liedje. Ja, ja precies. Oh, gelukkig even, even piano. Even drie minuten rust. <laughs> kan ik even ver, al die slechte grappen verwerken. Oh. Nee, ik voel me op een gegeven manier Nee, naar, nee, naar, naar nee gelukkig, natuurlijk. dat scheelt. Dat het <laughs> zou het alleen maar vervelender maken... ...dat je een rotavond hebt en dan ook nog... Nee, ik voel, me, ik, voel me, ik voel mezelf kut en ik, vind het ook, ik vind, en ik vind het lullig voor de zaal. Dat ook. Vooral na de hand op zo'n moment. En ik de, ben ik daar helemaal niet mee bezig. Dan denk ik alleen maar, fuck, fuck, fuck. Lach dan, lach dan, lach dan. Ja. En uh, na de hand denk ik wel, Jezus Christus, die mensen hebben... <laughs> die zijn naar het theater toegekomen met het idee van, <laughs> ja, we <maar> gaan lachen. <laughs> en die hebben oppas geregeld en, en alles. En... Het, wa het was niks, ja. Hey, Wouter hier. Wat onwijs leuk dat je Elektra kijkt. Bedankt daarvoor. Je zou me een heel groot plezier doen door deze video even te liken of een leuke comment achter te laten. Want dan laat YouTube deze video sneller ook aan andere mensen zien. Je doet jezelf een plezier door te abonneren op dit kanaal. Dat is sowieso gratis. Als je daarna ook nog even op die bel klikt, krijg je een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. En als je me financieel wil steunen bij het maken van Elektra, is dat helemaal te gek. Op elektropodcast.nl kan je makkelijk een donatie doen. Veel of weinig, dat maakt echt niet uit. Ik ben overal blij mee. Oké, okay, snel terug naar Peter. Dat is wel... Uh, je zei net al over, dat, uh, over die try-out je: Dat was een redelijk rondstedelijk programma. Uh, als je in een, een, een nieuw dorp opduikt. Wat is, wat is de, de, de grootste mismatch die je wat dat betreft wel eens hebt gehad? Nou... Um... Kijken. Ik denk dat uh, dus, dus Enschede en een um, oh, uh, 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 voorburg. Daar staat nu de Ommeval of, uh, uh, of wat is het? Nee. Uh, Door je hoe heet het theater nou in, in voorburg? Ik, ben, ik probeer heel hard. Ja. Uh, dit vind ik. Irritant. Te denken. <coughs> je had. Oh, ja. inderdaad, iets met mu. Of muzeval? Nee, nee muzeval was Emme. Camus. Ja, dat was Klopt het. dat? Ja, volgens mij heb je gelijk. Bestaat niet meer. Nee, maar zo heette het toen ja. nog wel. Geloof ik en um, dat 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 waren, dat zijn de twee de twee shows waar 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 bij ongeveer hetzelfde ding gebeurde en waarbij de uh, in, in voorweg kwam toen de programmeur afloop naar mij toe en die, uh, en, die, en die zei uh, nou, het zit erop. En toen zei ik uh, vroeg <laughs> ik wat <laughs> Ik vroeg wat uh, wat, wat <laughs> vond je ervan? zei ik, vroeg ik nog van ja, ja, wel, ja wel, moeilijk, moeilijk. En dat was het waarschijnlijk ook. Ik, 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 ik geloof hem. Uh, en, en weet je of hij bedoelde moeilijk om naar te kijken ja, nee, of moeilijk in, 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 te bevatten? Het is een ingewikkeld programma. Ingewikkeld, ingewikkeld programma. En toen mocht ik ben me er wel af gaan vragen. En daarom zeg ik, ik zei ik net over dat hele voortraject... wat zo fijn is om te hebben als je veel speelt. Mm -hmm. Je de, dan krijg je, geef, gun je jezelf de tijd om je af te vragen van wat. wat um, wat wil ik nou van? Wat wil ik nou van mijn publiek? Wat heb ik te geven? En wat, 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 wat moet ik hier nou precies? Waar ben ik nou op zoek? En ik was veel meer naar, uh, naar contact op zoek dan ik dacht. Dus ik had een, ik had een artistiek dichtgemetseld, kloppend programma gemaakt. Ja. Waar ik uh, eigenlijk naarmate de tijd voordeel helemaal niet goed mee uit de voeten kon. Maar als iets conceptueel helemaal dicht gemetseld is... en er dus geen ruimte is voor, uh, uh, voor het publiek eigenlijk... dan zitten ze de hele tijd tegenaan te kijken. En dan moet de panet vallen. En als het dan niet valt, dan ben je, ben je de lul. Uh, je ja, heb, dan je als hebt, die valt heb je ook geen ruimte om er überhaupt uit te stappen. Je kan het niet, je 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 niet aanpassen. Je nee. kan niet denken van oké, okay, ik moet even een andere route aanvullen... Om, om te kijken of het zo werkt. Want alles zit met elkaar verweven en... Uh, alles komt ook terug. Dus iets wat je noemt bij dat komt, komt later daar weer terug met een geluidje. Of met een, of met een bepaalde zin. Of soms met een zin uit het publiek. Dus dat mag ook niet. Er mag ook niet aan gemorreld worden. Ja, dan zet je jezelf. En die heen, hebben ze niet meen. onthouden. Want ze hebben alleen maar gelachen dat iemand die zin Zit helemaal niet op te letten. Uitspraak. Of zoals in Pepijn was. Degene die de laatste zin moest zeggen. Was naar de play op dat moment. <laughs> Weet je wel? Ze dus kwam met de clue Waar het allemaal naartoe werkte. Zij was weg. Ha! En ja, toen kwam ze terug en stond ik haar zo, stonden wij zo op te wachten. En dat was dan weer een leuk moment, want ze was te laat, weet je wel. Was er, ja. weer, was er weer iets leuks wat niet de bedoeling was? Nee, oh, maar, maar dat lijkt me ook zo vervelend dat je op dat moment alleen de ene kant weet: oké, okay, ik kan het op deze manier fixen en dan is het toch nog leuk. En dan kunnen we door. ...het ding wat je wilde doen. Ja, is, 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 kapot. is, is het en het kapot. was ook echt een punt. Het was een soort climax in de voorstelling en ik zei mijn, mijn, de zin wat voor haar de cue was. En er kwam niks. En ik kijk ze naar de plek waar zij zat vooraan en ze was weg. Ik zeg tegen die man naast waar is ze: "Vergissen. Nou, Hij is naar de wc." Gewoon en, 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 en ik had ook helemaal niet opgelet. gelet, pijn is super klein, ik dus als zeg, er had iemand niet gewoon op, op, op wegging. Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. <laughs> Ja, ik vergeet ook zo meteen weer zo'n hoofd. Als ik eenmaal dat papiertje heb gegeven, dan weet ik niet meer hoe diegene eruit ziet. Uh, dus dat zat alleen maar in de weg van wat ik wilde. En hoe, hoe is het uiteindelijk afgelopen in de, in de uh, finale met de jury? Heb je de finale gehaald? Ja, uh, finale gehaald en, en juryprijs gewonnen. En Kijk. Het, wa het, was een, het waren twee. Het was in de Lamar twee keer. En dat waren hele, hele leuke avonden. Alles viel zoals oh, het te moest. Gek. Ja. ja. Ja, maar ja, je, je speelt twee keer in de Lamar en daarna speel je vijftig keer in kleine zalentheaters. Waar je ook niet uh, gesandwiched wordt door andere programma's waarin je een soort uh, acquired taste bent, die dan precies goed valt voor dat, voor dat uh, artistiek uh, progressieve publiek dat daar dan zit. Dan is je gewoon voor de abonnementhouders. Ja, ja precies. En ik, de, niks negatiefs over abonnementhouders. Er de, de, de moet iets in je programma zitten, vind ik, dat iedereen in principe kan raken. Waarin je verbinding mee kan maken. En als dat, als, als, als dat mist, of als, als, de, als de muur daaromheen zo dik is dat er maar een paar mensen bij kunnen, dan, uh, dan zit er iets niet goed. En daarom ben ik eigenlijk andersom gaan werken. Want nu maak ik alleen maar maak ik uh, bijna alleen maar liedjes. Vroeger, vroeger was de verhouding in mijn programma was, zeg 70% tekst, 30% liedjes. Nu is het uh, 80% liedjes. 20% tekst. En op de een of andere manier, hoewel ik een, eenzelfde zak ben als in die andere programma's, <laughs> in mijn, binnen mijn liedjes, werkt dat veel beter. Er is iets met die er is iets met die muziek waardoor mensen geloven dat. Uh, dat ik oké okay ben, ook al deug ik niet. Van spreken. <laughs> ik, ik heb onderweg hier naartoe het nummer Andere mensen pijn doen. Ja, nou, Luister, ja, nou. dat is zo'n nummer. <laughs> dat, 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 uh, dat had ik al wat eerder geschreven. Dat heb ik ook een paar keer gedaan op avonden. Dat het dan. Het uh, was ik aan het try-out voor mijn. Uh, dat was voor mijn tweede programma. En ik heb het uiteindelijk niet gebruikt in dat programma. En toen was ik aan het try-out. En dan, dat, dat ging wel aardig. En dan. Uh, Moest ik zo'n half uurtje ergens. En dan dacht ik, weet je wat, ik ga dit nummer doen. De sfeer zit erin. En, en, en om, voor je verder vertelt, kan je, kan je heel kort samenvatten, wat het nummer is en waar de tekst over gaat? Nou, het nummer gaat over iemand die. Dan doe ik het en ik doe het dan heel lelijk. Ja, oh ja precies. <laughs> het, nou, het nummer gaat voor mij alleen maar over iemand die alleen nog maar plezier uit het leven haalt als die andere mensen pijn doet. Ja. Um, dus het begint uh, met uh, uh, mijn leven is een hel sinds het moment dat ik uit mijn moeders kut getrokken werd. Dat is de eerste zin van het <laughs> ja. <dat> lied. Uh, <laughs> dus ik dacht ergens dan in um, weet ik veel wat horen of zo, geloof ik dat ik van nou, nu kan ik dat lied wel doen, want de stemming zit erin. Dus mensen snappen nu wel wat uh, what I'm all about. En dat was een nummer waarbij dan alles wat opgebouwd was, om het, en dan zag ik. Mensen ook, die, 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 die glimlach, die keerde zich gewoon naar de eerste zin om. En um, er, liepen, er liepen een paar mensen weg. En toen het afgelopen was, was er een heel mager applausje. En ik zag twintig hoofden, zag ik nee schudden. Ja. Zo, nee, dit, dit vinden wij niet kunnen. Dit, dit zwartgallige, dit, ze, ze vonden het zo naar en zo gemeen en, en wat dan ook, zo ziek, dat, daar zaten ze gewoon echt niet op te wachten. Wat bijzonder, want ik, ik hoorde het, en als je, als je de tekst gewoon heel zwart-wit bekijkt, ja, dan is het heel naar, maar er zit wat er sowieso, denk ik, nou, wat ik gelijk, dit is echt een beetje Maarten van Roosendaal achter, gewoon hartstikke mooi geschreven. Wat? En, dat en, nummer? Ja. Maarten van Roosendaal achter. Ja. <laughs> Welk nummer dan? Van Maarten van Roosendaal lijkt erop. Nee, niet het lijkt erop. Nee, maar gewoon de... de ik denk in, in, het, in het cynisme of weet ik wat. Het is, het is niet per se qua onderwerp, weet ik wat. Maar een eenzelfde gevoel. Ja, een, ja, oké. Okay. Uh, ja, een soort gallig... Uh, ja, donder. en vooral er zit, er, zit, er zit een laag onder. Ik zou hem niet zo kunnen benoemen met dat is het of weet ik wat. Maar dat je wel voelt, oké, okay, degene die dit zegt... Daar is iets duidelijk ook aan de hand. Ja, ja maar als... Um en dat, en dat in ieder geval voor mij dat ik het net hoorde. Was wel dat ik, dat ik dacht: Ja, maar dit is, niet, dit is niet iemand die echt naar is. Nee, nee, nee. Maar, maar de, 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 natuurlijk moet, moet je er wel een oogschouw nemen dat jij zelf dingen maakt. Ja. Dus jij, bent, jij neemt, als je iets hoort, neem je automatisch iets niet meteen letterlijk. Je gaat al luisteren naar de ja. overal, is onder het gras zitten. Ja, dat is waar. Ik, ik, ik moet denken: Je hebt uh, een, uh, van, van vele jaren geleden. Een hele brute metal band, Pungent Stench, met het nummer Raped with a Knife. Daar zit die laag niet onder, <laughs> It's zeg maar. <laughs> Raped with, rape with a Knife. Ja, uh, mooi chanson. Uh, maar... Nou ja, maar dan heb je dus als, als aan het begin, dus het begon met die zin, hè, dat ja. lied. Ik dacht, ik val met de deur in huis. Alleen me grappig. Ik, dus ik moet niet vaak lachen om mijn eigen nummers, maar toen ik dat, die zin opschreef, dacht ik, moest ik wel lachen, omdat ik dacht, ja. het is zo, het is zo, van, zo <laughs> het is zo in your face, dat ik dacht, dat, dat, dat is toch gewoon grappig als iemand zo begint. Maar als je een, uh, soms heb je een nummer of een, of een, of een bit waarvan je op een gegeven moment merkt, als mensen aan het begin niet aanhaken. Als ze niet daar, omdat eigenlijk de grap, het concept of de toon van het hele stuk aan het begin gezet wordt. Als ze daar de trein missen, dan kan je hem nergens meer op de rails krijgen. Dan ben je verloren. En dat is met, met dat nummer is dat ook zo. Op het moment dat ik die eerste zin speel en ik hoor nergens gelach. Dan, nee, oké, okay, I'm fucked. Want nu, ja. nu denken ze, dat nu, ze, ze zitten op een verkeerde spoor. Ze denken dat, ze denken dat dit een gemeente is, alsof ik hier een soort... Uh, alsof ik hier een, een soort gruwelijke bekentenis doe vanuit de diepste krochten van mijn gekwelde ziel. En dan komt zo'n zin van: Het enige wat ik leuk vind is andere mensen pijn doen. Dan denken ze alleen maar: Wat, wat, wat een ziek mannetje ja. ben jij? Wat, wat, ik keur dit zo af, ik keur jou <laughs> zo, zo verschrikkelijk af nu. <laughs> Dus ik heb het pas gedaan toen ik me eerst uh, um, uh, um, kijken, in uh, Liefde, Dood en Bob Ross, mijn tweede bandprogramma, daar heb ik het gedaan. Goeie titel. Dankjewel. Gesandwiched <laughs> tussen allemaal nummers die, waardoor het echt wel duidelijk was dat ik, uh, dat ik geen psychopaat ben. Ja. En dan nog uh, kon, kon het toch gebeuren dat ik de, met dat nummer even de stop uit het bad trok. Het, 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 het bad zit dan vol sfeer. En je had die avond in Horen... waar twintig man mee zitten. Het ja. lijkt me ook heftig... als er mensen tijdens een liedje weglopen. Weet je, tijdens uh, tekst. Kan je er nog wat mee? Ja. Ja, maar dit, was echt, dit waren de, mensen die, da, die denk ik al een tijdje een beetje zaten te wippen. Blijven wel, blijven niet. Ja, je gaat, je gaat niet in, in één keer op één zin. Nee, dit was echt. de druppel die de emmer deed, <laughs> dit overloopt. <laughs> oh, maar het is ook... Ik, ik ben af en toe uh, uh, jaloers op mensen die muziek tussendoor doen. Ja. Omdat ik denk, oh... Uh, en zeker weet je, als, als het omstandigheden zijn. Kijk, in, in een theater, prima, heb je de aandacht. Maar als je ergens speelt in een setting waar de aandacht niet vanzelfsprekend is of zo, weet ik wat... denk ik altijd nog uh, heel simpel... nou ja, je kan in principe je liedjes gewoon spelen... ook al luistert er geen hond, Ja, ja. dan is het een openbare repetitie. Je kan gewoon door blijven beuken. Het is niet ja. waarvoor je komt, maar... dat kan. Maar ik had dus nog nooit zo nagedacht over deze situatie... dat je een nummer inzet... op, op 15 of 20 seconden, of weet ik wanneer, komt die eerste zin... en je voelt al... Oh fuck. Ja ja ja, maar je moet het wel heel gordig maken om de volledige 33 of 4 minuten uit, uitzitten. Ja. Heb je heb je wel eens een nummer afgebroken gewoon na na het beginnen? Nee. Je, je moet hem af. Nee, nee ik maak, maak hem af. Absoluut. Dat dat, maar dat is ook inderdaad wat je zegt je je, je dat, dat nummer kun je doen. Ook al ook al zou de hele zaal tegelijkertijd leeglopen. In principe kan je je nummer voor jezelf, voor je eigen gevoel het nummer nog helemaal af kunnen maken en dan pak je naai je spullen in, en dan ga je weg. <laughs> <laughs> maar ik ben nog nooit gestopt en gezegd van... Sorry, vinden jullie dit niet leuk? En oh, Dan doe ik even een lied over bloemetjes en, en, en dat het lente is en zo. Dat heb ik nooit gedaan. Dan, dan moet je maar gewoon door. En dat is wel ook weer het lekkere van, van liedjes. Als het ene liedje niet, niet goed valt, dan zeg je... Nou ja, goed, dan ga ik ja. ga het volgende liedje luisteren. Heb je, heb, je, heb je ongetwijfeld is wel een keer geweest dat je begonnen was... en dan had gedacht, oh kut... Uh, ja. En nu de rest nog helemaal. Ja, en ik dacht ook. Als, ik dacht ook, als jullie dit al kut vinden, wacht nog maar tot over twee coupletten. <lacht> <lacht> wordt helemaal. Ja, ik, voor de luisteraars, ik zou hem gewoon even aanzetten straks. Dan weet je <laughs> waar het over gaat. <laughs> ik zal een linkje zo plaatsen. Ja. Maar, de, maar je wordt wel beschermd door liedjes. Dat is zo. Dat. dat, dat, dat um, uh, ik snap ook niet zo goed dat mensen daar zo, uh, zo moeilijk over doen, over liedjes zingen of over liedjes uh, doen dat dat ingewikkeld is of zo, of dat van dat durf ik niet, dat kan ik niet, je kan het wel. Er is zoveel wat wat je helpt en wat je beschermt. Je moet het gewoon doen. Je moet gewoon zorgen dat je een oké okay lied hebt. En maar zijn er nou. mensen bang? Ik bedoel, kijk, ik zou geen liedje zingen in mijn voorstelling omdat ik denk nou. Dan moet ik eerst nog eens even een paar zanglessen gaan doen voor nu. Ja, dat, ook zelfs dat, dat denk ik dat je dat niet zou hoeven doen. Als jij, als jij, als jij een, als jij, als jij een verhaal kan vertellen en je kan uh, een beetje akkoordjes doen op een piano, gewoon met, ook al is maar met één hand of met twee, of met één noot, dan kan je ook, dan kan je ook een lied doen, gewoon op jouw manier. Ja. Dat weet ik zeker. Uh, aan de andere kant, ik speel in mijn huidige voorstelling een klein beetje trompet. Ik ben niet Man, zeg maar. Nee. Uh, maar alsnog dacht ik, jammer dat dat moet er wel in daar op die plek, dus dan ga ik het doen. Ja, en is het mooi. <laughs> dat mag u zelf beoordelen. Ja. Nou, het, 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 het feit is wel, ik speel het ook niet met, met de instelling: oh mensen, hoor mij, is fantastisch blazen. Nee. Dat, dat, nee, dat nee precies. Niet... Maar het heeft, een, het, het, het heeft dan een. Um... Het heeft een theatrale functie dan. Ja, 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 en, ja, absoluut. En je, je bouwt gewoon door op wat je al neer hebt gezet. Je, het is allemaal vanuit je persoonlijkheid uh, wordt dat gedaan. Dat je, je speelt vanuit uh, je theaterpersoonlijkheid. Wouter Monde speel je een stukje trompet. Dat valt helemaal samen met de dingen die je tot dan toe gezien hebt. Dat geldt ook voor een lied. Ja. Maar dat moet ook voor een lied gelden. Ja. Dat moet... Dus daarom denk ik, ja, als je een lied wil doen, doe het gewoon. Zoek dus nooit even hulp. Iemand die even wat misverstanden weghaalt. maar... Uh... Wat ook lekker is aan liedjes... is dat mensen er niet gauw doorheen gaan praten. Dat is echt chill. Niet, er zijn weinig mensen zo onbeschoft... dat ze... Uh, gaan lullen er doorheen. Als je een verhaal staat te vertellen... dan kunnen mensen gewoon... dan, en dan gaan mensen, kunnen mensen gaan hekkelen. Gewoon als een pet ernaar ja. staat... Dan kunnen ze of ze gaan... Of je hebt teruglullers, weet je wel? Van die mensen die de hele tijd oh. alleen maar gaan... Uh, nou, inderdaad. Of zo, uh, 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 die, die zag ik niet aankomen. Of gewoon gaan herhalen wat je hebt gezegd. Dat soort mensen. Dat, die sluipmoordenaars van je, van je, van je stukjes. En, en hoe, hoe, is dat, hoe was dat voor jou in het begin? Uh, want je zei in het begin was het meer gewoon helemaal dichtgetimmerd... qua vorm ja. en structuur en zo... Ik weet niet of dat nog zo is, kan me voorstellen van nee, niet. Minder. Maar hoe was dat toen? Want ook dan, wat doe je dan met iemand die de hele tijd op alles reageert of dingen herhaalt? Ja, dat is slopend. Uh, en in het, begin, uh, in het begin probeerde ik het te negeren. Dat, wat je natuurlijk niet kan doen. Nee. Dus uh, om, omdat ik mijn eigen bouwwerk niet kapot wilde maken. En... en op een gegeven moment voelde ik wel: ja, je, je moet je, als je als mensen je bouwwerk beginnen te slopen en je kasteel beginnen te, te pulken, dan moet je als een soldaat ervoor gaan staan en dan ja, dan, dan, dan moet je redden wat het er te redden valt. Dus, maar ja, als je als je al begint met, uh, met een vraag als weet uh, je wat ik laatst zat te denken en iemand roept: nou, vertel eens, weet je wel, uh, dan. Ik heb nu al hekel aan die Dat gene. is verschrikkelijk. Dat is afschuwelijk irritant. En je kan niet echt boos worden op diegene, want je hoort ook al dat diegene het gewoon niet snapt. Dat is heel anders dan dat iemand moedwillig uh, je, je voorstelling gaat verstoren. Ja. ja, en ik heb zelf als iemand moedwillig er doorheen zit, ja. dat vind ik fijner, want dan weet ik. Oké, okay, ik moet even aftasten hoe de rest van de zaal hierin ja. zit. Maar als dit echt vervelend blijft, dan mag ik doen wat ik wil. Zeg ja, maar. Dan kan ik, je gewoon, gewoon frontaal. Het, de bouw kan kiezen. ik gewoon los. Ja. Dus Dat is prima. Maar bij iemand die het zo doet zoals jij, ja, dan kan je. Je kan er niet boos op worden. Nee. Was, zo ik, iemand kan je ook lastig terechtzetten, want die snapt niet wat hij misdoet. Nee, ik zag. Ik was laatst kijk uh, bij Jan Beuving. en die had ook zo'n figuur. Uh, maar die, 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 in de eerste minuut kreeg hij twee keer kreeg hij wat terug uit de zaal. Want dus, en hij gaf twee keer antwoord, maar na het tweede antwoord zeiden hij... Ja, nu is het klaar, hè? Gewoon dat. Gewoon meteen de code duidelijk stellen. Wat heel goed werkte. Ja. En, wat ook, en wat ook goed was van Jan, want hij is een, hij is een sympathiek figuur op het podium. Je wil, geen, je wil niet dat hij een zak wordt. Nee, en, en hij heeft... Nou ja, dat, dat zit natuurlijk ook in mijn hoofd. Door zijn achtergrond met wiskunde en, 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 ja. en taaldingen. Maar hij heeft ook wel een beetje die leraar vibe. Ja. ja, dat is waar, Nee, ja. maar als Jan op het podium staat en die zegt, en nu is het klaar. Ook oh, kut, want dan word ik eruit gezet. Ja. <laughs> beter hou ik mijn bek dicht. Ik had een keer dat ik in uh, um, dat was de, mijn ene laatste, mijn, mijn laatste try-out is de uit out voor de première. Ja. En ik En dat was met uh, mijn tweede programma. En ik ging in première in klein Bellevue, weet je wel? Die, ja. uh, die kelder van, van Bellevue daar. Ja, klein zaaltje, 120 ja. man. Zoiets. Leuke plek. Heel leuke plek met, met die bar achterin. Ja. Hele, hele gezellige, gemoedelijke ruimte. Eigenlijk. Ja. En in de laatste try oud zat er een CKV-klas in de zaal. De uh, pubers die vanuit school uh, ja. moeten omdat ze moeten leren hoe ze zich in een theater moeten gedragen. Ja. Dat <laughs> En ik was als uh, studieobject blijkbaar uitgekozen. <laughs> en, ik, um, en ik begin. En op de eerste rij zit een, een klootzakje dat gewoon besloten had, ik ga, ik ga slopen. Ik ga vervelend zijn. Ik ga lullen. En die ging dat eens dus doen. En. Um, ik zat dan toen een beetje op de wip van. Um, kan, ik, uh, kan ik in deze fase nog dingen rechtzetten. zonder dat mijn bouwwerk in elkaar flikkert? Ja. Waar ik het net over had. En toevallig kon dat. Um, omdat ik al een, uh, een stukje tekst had. waarin ik iemand uit het publiek even onbedoeld voor een lul zette. Dus niet onsympathiek, maar. Uh, en daar kon ik hem. Precies voor gebruiken. Dus zo fietste ik, kon ik hem de mond snoeren en kon ik door. Aan het eind van het programma moest ik nog een keer een vraag stellen aan iemand uit het publiek. En omdat ik hem ook gedurende de rest van de avond een beetje te grazen had genomen, dacht ik: ik maak nu heel dom. Ik had hem moeten negeren. Ik dacht: ik doe een soort handreiking en ik vraag aan hem. Het was een scène over over het ging over dat ik zei dat mijn pianist Anne Punt het die dat ik die zo voorspelbaar vond en uh, vervolgens ging hij dan alles wat hij daarop terug zei dat zei ik tegelijkertijd dan met hem dus ja, dan, eh, leuk. dus, dus, dus ja. dat, dat was het construct en uh, en ik zei en toen dan, dus, dan zei hij van nee maar jij zegt dit jij weet het gewoon omdat je mij al heel lang kent daarom kun je het voorspellen en toen zei, dan zei ik tegen het publiek zei ik Meneer, als u naar ander punt kijkt, hè, als u dat volhoudt, wat, wat denkt u? Wat gaat u? Wat gaat hij doen meteen na de voorstelling? Wat is het eerste wat hij gaat doen? Dat vroeg ik dan aan iemand uit de zaal, en dan zei iemand, weet je wel, hun piano inpakken of zo, een biertje drinken zoiets eigenlijk, en ik vroeg het aan die, aan die aan die aan die loser, en die zei dan, het was helemaal niet grappig, maar die zei dan, die zei, dan, ja, ik denk dat hij jou gaat aftrekken en heel zijn klas ont ...plofte van het lach. Ja. <laughs> en ik kon niet door. Met, ik kon daar niet op ingaan, want ik moest door met deze act. Want het was een voorspelbaarheidsact... ...waarin alles wat we zeiden... ...tegelijkertijd moest. En ik dus de hele tijd mee moest met hem. Ik kon niet, ik kon niet hem nog... ...een veeg om zijn oren geven. Dus ik, heb, ik ben gewoon die voorstelling... ...met verlies... ...ben ik, ben ik daar uitgekomen. <laughs> Uiteindelijk stond ik uh, uh, 3-2 achter. En, en hoe ver van het einde was, was deze scène? Dit was de ene laatste scène. Daarna kwam het slotlied en dan was het klaar. En, en op dat punt had je al een hele opleiding gehad. Je had al jaren gespeeld met Treurdier. Ook al solo een tour gedaan. Ja, ja, ja. Wat gebeurde er in jouw hoofd dat je toch dacht... Want al had je deze vorige serie met die jongen niet gehad... dat die vervelend hmm. was. Ik zou nooit zo'n vraag stellen aan een ZKV'er of aan een puber überhaupt... omdat het te verwachten antwoord is ja. sowieso iets met aftrekken. Ja, maar dat is een gebrek aan ervaring op zo'n moment. Daarom is het ook zo goed om gewoon een circuit in te duiken... en ja, kilometers te maken. Ik zou ik, dat nooit meer doen nu het. Ik bedoel, nu terugkijkend kan je ook zeggen... Nou ja, wat, wat had je aan die try-out? De wetenschap. Ja. Nooit meer die vraag. Nee, dat was de laatste keer dat ik ooit uh, <laughs> onberekenbare mensen. die het, die het slecht oh, met je voor hebben. Wat vervelend ook. dat je denkt: nou, ik heb dit netjes opgelost. Ik heb hem, ik heb hem de mond gesnoerd ja, binnen ja. wat ik al had binnen het programma. Mooi gedaan. Op naar het einde. En dan nog iemand de gelegenheid geven. om een soort even met elkaar te doen van hè. Ik bedoel, alles goed en wel. Ik bedoel, maakt het uit? Nee, hij pakte gewoon zijn kans. <laughs> en dat had je moeten zien aankomen natuurlijk. Ja, goed. Weer wat geleerd. Maar uh, <laughs> lekker kut. Het rare is dat ik wel, dat ik wel goed gespeeld heb, die try-out. Omdat ik heel erg op mijn... Uh, omdat ik ook, ook heel geïrriteerd was. En dat zorgde er weer voor dat ik heel erg scherp was. En heel erg uh, veel energie de dus aanleg gaf. Waardoor die ook een beetje weggeblazen werd. Dus dat was, ja. dat was ook weer... Ook weer jammer. <laughs> <laughs> en en, en kost, kost het jou lang om dan weer op te laden voor een volgende show na, na zo'n voorval of of een, een try tryout of een andere show die niet lekker loopt. Ik heb niet zoveel ik heb geen keuze want de volgende dag was gewoon is, is gewoon de volgende optreden. Dus je moet ermee dealen. Mm. En maar het is niet, ik, ik kan nooit zo goed voorspellen hoe dat doorwerkt. Dingen kunnen langer nasluimeren uh, dan je zelf wil, of dan je zelf hoopt. Of je kan ergens veel eerder van af zijn dan je denkt. In dit geval denk ik dat ik er wel in zoverre last van had gehad dat, ik, dat, ik, dat, dat me heel veel energie had gekost, die voorstelling. Die ik eigenlijk liever de volgende dag had gehad. En dan kan je zeggen, je moet elke voorstelling op 100% energie spelen. Maar ja, met spierpijn kun je ook niet dezelfde prestatie leveren. Nee, anders. ja, en er is een verschil tussen vinden wat moet of wat er daadwerkelijk kan. Ja, nee, precies. Dus uh, nu, ik, me, 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 ik, ik ben nu veel meer. Een, ik heb, mijn, mijn huid is veel dikker geworden en gladder. Het kan me nu. In zekere zin niks meer schelen. Hoe, op welke manier mensen eventueel mijn voorstelling verstoren als ze dat al doen, want dat gebeurt eigenlijk nauwelijks meer. Het enige wat ik nog wel eens hoor, is um, uh, de, de, de muziek is te hard. Dit kan echt niet. Uh, gewoon qua hoe? volume? Ja, bijvoorbeeld in, 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 uh, in mijn laatste show, Liefde, Dood en Taart... daar beginnen we met een soort... En dat is een nummer uh, van Punch and Wat zeg dat? Serieus? Nee. Oh, <laughs> nee. oh, ik schrok je zo <laughs> van wat het is. Ik was, al, ik, ik, ik was al blij dat ik net om de kinks heen was gefietst. met uh, Van uh, girl, you really got me going. Yeah, dat leek er al heerlijk op, maar ik was er net omheen gegaan. En, en dat was een obscuur <laughs> beentje wat ik dan gemist had. Um, ja, maar dat begint al vrij stevig. Dus soms zijn er mensen die gaan dan al met hun vingers in hun oren zitten. Omdat ze dan. Ja, ze kunnen dat volume dan niet aan. Het is gelukkig het eerste nummer. En het is ook het enige harde nummer dat in de voorstelling zit. Maar dan kunnen mensen nog wel eens gaan roepen. Maar dan, dan denk je. Ja, Kom maar goed, maak je niet dik. Er komt uh, daarna meteen een zacht nummer. Dus dan. Voor <hijt> <hijt> mensen, die, die riepen dan. Uh, die, die muziek moet echt zachter. Dit kan niet. Dit kan niet. En wij waren ondertussen al zo met een heel rustig vingerclip nummertje begonnen. En dan wees ik gewoon zo. Of met mijn middelvinger wees ik dan naar mijn, naar mijn vinger toe. Nou, je zin. Lekker zacht. Maar hele, het? Maar, maar, maar hele lieve mensen verder. Die hebben, het was een, het was, ik speel altijd. Het was in Utrecht. En ik speel altijd leuk in Utrecht. En. Uh, het was een hele mooie avond verder. Um, maar, wa, 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 ja, hoe snel het nu, uh, nu door, nu, nu, hoe snel ik er vanaf ben, vrij snel. Ja. ja. Het, ik had in aanloop naar dit gesprek ook nog even nagedacht over, want we hebben met. Uh, ik zit dus ook bij Circus Treurdier, mm -hmm. dat is een muziektheatergezelschap. Ja. En we hebben daarmee heel lang. Um, ...op allerlei idiote plekken gestaan. We hebben sowieso locatietheater gemaakt. We werden... uzx opgericht door Thomas Pijkerman. En Thomas was een, een heel, heel bevlogen artistiek leider... ...met een hele, um, hele wilderige, romantische visie... ...over wat theater allemaal kon zijn. Dat heeft het nog steeds. En dat betekende dat wij op allerlei plekken kwamen te staan... Um, uh, ...locaties en qua snabbels... Want we namen ook van alles aan. Dus we hebben bijvoorbeeld in een kelder, ook weer, weer een kelder, gespeeld op uh, Java-eiland in Amsterdam. Ja. Daar zit nu een sportschool. Maar toen zat hij er nog niet. En wij hadden daar een soort theater van gemaakt. En daar kwam ons publiek dan heen. En, uh, maar in, die, uh, in dat gebouw, daaronder in die kelder, daar was er iets met het riool. Want dat, dat liep niet helemaal. Uh, uh, goed schuin. Uh, dus waar normaal gesproken alle stront wegloopt. wegloopt naar beneden. Uh, die, dit riool liep een beetje omhoog. Dus. Dan hoopt het op. Dan hoopt het op. En dat betekent dat gedurende de avond begon het steeds meer naar stront te ruiken in dat gebouw. En dan zongen wij altijd uh, om de ellende maar een beetje. Uh, het hoofd te bieden, het ruikt weer naar stront in de gang van het Eeuwige Nachtcafé. Wat ze heet het Eeuwige Nachtcafé. We deden allemaal sketches en scènes. Um, dus dan zag je mensen, op een gegeven moment zag je mensen gedurende, want er waren meerdere pauzes in zo'n avond, zag je mensen zo, zo <lacht> <lacht> <bij zijn. lacht> op, wat is dit nou weer. Um, en we hebben dus een keer, ik hoorde, uh, ik had je vorige aflevering gehoord waarin jij het had over dat je voor advocaten ja. spelen. en dat hebben wij letterlijk een keer gedaan. Wij speelden, we waren ingehuurd door een groot advocatenkantoor. Ellen en Overy heet dat. dat is, ja, dat zit ergens zo in Zuid. Ja, uiteraard zit het op Zuid. Ja. En um, daar zou een, een zou een borrel plaatsvinden en uh, de vraag vanuit de organisatie was, die niemand was vraag van, willen jullie dan voor de, de, de Theatrale aankleding zorgen. Want ik wilde dat er iets geks gebeurt. Dat de mensen een beetje wakker geschud, dat er een beetje een, een maffe aankleding is van de, van de middag. Dus we hadden er ja tegen gezegd. Jullie allemaal een uniform van de Field aangetrokken? Nee, nee, nee wij kwamen Wat in. Wel. Was het maar waar. Wij kwamen, uh, want dan hadden we hem niet zo opgevallen. Wij kwamen in gewoon onze. Thomas kwam in zijn konijnenpak, want hij had een wit konijnenpak. <laughs> en de uh, andere een glitterjasje. En ik kwam met zo'n Michael Jackson t-shirt aan, geloof ik, met ET erop. En, nou goed. en we hadden allemaal uh, theatraal-literaire nummers en uh, uh, liedjes. En teksten en, en verhalen die we dan voordroegen. En bedoeld voor aandachtig luisterend publiek. En we werden we neergezet in een enorme hal in de Westergasfabriek. Echt heel groot. En de deuren gaan open. En er komen. Voor mijn gevoel komen er. Uh, 500 juristen komen er binnen. Die daar kwamen. om te drinken en te netwerken. Dus die begonnen te lullen. En ik dacht meteen: Dit, 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 is, dit is de hel. Dit, dit gaat. Uh, dit is de grootste mis. Wat een misverstand. Zij gaan nooit luisteren. Nee. En, 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 en nog even puur: gewoon qua uh, layout, zeg maar. Was er. Was er iets van een podium of een plek er waar was, jullie er spelen? Was, er, ja, er waren meerdere moeten... podia, want zo wilden wij het graag. Dus wij hadden een, een soort hoofdpodium. Er was nog een klein podium aan de, zeg maar, aan de westkant van de zaal. Nog een klein podium aan de oostkant van de zaal. Ja. Zodat mensen huh, 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 lekker konden kijken. Oh, waar komen al die dingen vandaan? Maar <laughs> wat, er, <laughs> wat er gebeurde was dat wij begonnen dan onze nummers te doen. En dan keken mensen even geïrriteerd op. En dan begonnen ze omdat ze ja, elkaar niet meer goed konden horen, begonnen ze wat harder tegen elkaar te praten. Hè, zodat ze nog een beetje konden hoe, hoe, hoe zit het dan met die dossiers? Nou goed. En dan waren we klaar. En dan ging het volume weer omlaag in het geroezemoes. Dus dat was de middag. De middag was dat elke keer als wij begonnen, zij harder <laughs> begonnen te praten. Over onze, over onze verhalen heen, over onze romantische sprookjes en onze. <laughs> En, en on, onze nummers. En jullie speelden meerdere keren? Ja, we hadden blokjes, zo echt vijf blokjes of zo. Met, van, van een kwartier of zoiets. Maar hoe sta je dan met z'n allen backstage of buiten de zaal als je de eerste hebt gehad en je weet al donders goed wat de setting is en, en hoe de volgende vier keer. Zoals is jij en ik erover zouden praten, denk ik. Gewoon van uh, 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 nou. Kan ze echt geen reet schelen? Nee, kan ze geen reet schelen. Nee, maar... Dat was Thomas dan weer, die zei dat... Nee, maar volgens mij, we moeten ze even bij de leur verpakken. We moeten ze even, moeten even bij de kloten grijpen. Gewoon even flink de energie erin. <laughs> dat... Nou, dan ging je weer toch met een beetje goede moed ging je er weer in. En dan stond je daar in je eentje. Want had je ook nog een actie. Ik moest ik moest iets in mijn eentje voordragen. En zodra dan dan, ik daar ging staan, wist ik al... Nee, dit, 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 dit gaat niet lukken. Toen ging ik op een gegeven moment nog doen... dat ik heel hard ging kuggen in de microfoon... om de aandacht te vragen zonder dat ik griep. mensen, mensen, luister nou even naar me. Of de, doen alsof ik ging kotsen. Denk ik ook. Wel eens een bruh, bruh. En dan, keek, ja, dan keken ze wel... van wie de fuck zit nou dat verschrikkelijke geluid te maken. Oh, het is die, die lul weer. En dan, en dan begon ik weer te vertellen, en dan gingen ze weer door met hun verhaal. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, dat is, ja dan, dan voel je je een, 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 echt een, een hoer van het vak. Jeep, top, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem, de elektra Podcast met Peter van Rooyen. Meer informatie en linkjes naar van alles vind je in de omschrijving van de video hieronder. En wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, eens een keertje live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl, daar vind je mijn speellijst en kan je je ook aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Je zou me een groot plezier doen door deze video even te liken of een leuke comment achter te, la te laten, want dan laat YouTube deze video sneller aan andere mensen zien. Je doet jezelf een groot plezier door even te abonneren op dit kanaal, dat is namelijk gratis. En als je daarna ook nog op de bel klikt, krijg je een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Als je me financieel wil steunen bij het maken van Elektra, is dat helemaal te gek. Op Elektra Podcast kan je makkelijk een donatie doen. Veel weinig, dat maakt echt niet uit. Ik ben overal blij mee. Oké, okay, tot de volgende Elektra. Hoi.